10, 3, 2, 1. Gemeente Hollandskroon opende vrijdag het 7e watertappunt op het schoolplein van openbare basisschool Het Span en basisschool De Branding in Den Oever. De opening werd feestelijk gevierd, waarbij de kinderen onder andere dansclinics kregen van danser Joefat Westendorp. Wethouder Mari van Gent is blij met het nieuwe watertappunt. Het allerbelangrijkste is, en dat staat ook hoog op de prioriteitenlijst bij ons, is een gezonde jeugd. En gezond zijn moet je water drinken, bewust zijn van wat je eet en wat je drinkt, daar gaat het natuurlijk om. En vandaag hebben we dat op een hele speelse manier, hebben we hier het watertappunt geopend. Samen met iemand die met de kinderen gedanst heeft om ze te leren bewegen. En tegelijkertijd hebben we verteld hoe belangrijk het is dat je gezond eet, gezond drinkt, sport, beweegt, maar ook slaapt. En dat was fantastisch. De opening van het nieuwe watertappunt is onderdeel van de landelijke aanpak Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst. Waarbij wordt gekeken naar hoe de omgeving van jongeren gezonder kan. Nou, vandaag hebben we de opening gevierd van de plaatsing van het laatste watertappunt. Op dit moment zijn er 7 watertappunten door heel Hollandskroon geplaatst. Op basisonderwijslocaties buiten. En om dat te vieren hebben we de laatste dus zo opgepakt. En wat is dan het belang van zo'n watertappunt voor de kindjes hier op de basisschool bijvoorbeeld? Als er lekker buiten gespeeld wordt en de school is dicht, dan kun je even goed nog lekker wat water drinken en weer doorspelen. Maar als je aan het hardlopen bent en je weet, hey, ik weet daar in Hollandskroon, daar is een watertappunt. Dan kan ik tijdens het hardlopen of wandelen ook gewoon wat water drinken. Dus dat is het idee erachter. Ja, ik vind het wel handig. Want dan bijvoorbeeld, als je dan dorst hebt, dan kan je daar gewoon wat water halen. En ga je dat ook veel doen nu dan? Ja.